En hier staan er 2 punten. Nieuw bij Haarlem is Sander Oostrom. Eens kijken wat zijn inbreng is. Wilco van Schaik. En dit is hem, Sander Oostrom. Het laatste jaar actief in Zuid-Korea. En hij maakt vanavond zijn debuut bij Haarlem. Haarlem de verdere mist Jan-Willem van Heden. En RBC, de tegenstander van vanavond, mist maar liefst 5 basisspelers. Lammers. Die actie Holwijn voor zich. Lammers. Van Loenhout buitenom. Die krijgt hem ook mee. Van Loenhout. Krijgt hij voor zijn goede been? Nee. Goede redding van Zeilberg. De keeper, de vervanger van Jan-Willem van Heden. Wietsenhausen speelt in op Hasselbank. Hasselbank en de overtreding van der Woerd. Vrije trap voor Haarlem. 10e minuut wedstrijd. En Van Nieuwenhuizen zet de muur neer. Emanuelsson met het schot. Emanuelsson. Schitterend doelpunt voor Haarlem. 1-0. En wat een doelpunt van deze man. Hij begon ooit in de jeugd van Ajax. Nu bezig aan zijn tweede seizoen bij Haarlem. En Haarlem staat na 10 minuten spelen op 1-0. De wedstrijd is niet echt aantrekkelijk. Er gebeurt te weinig. Beide ploegen hebben moeite om de spitsen te vinden. Holwijn vindt hier de spits wel. De spits Lammers en krijgt daardoor een vrije trap tegen. Zeilberg zet de muur neer. Van Galen eroverheen, Van Loenhout eroverheen, Weijers. Weijers op de lat. Weijers op de lat voor RBC. En daar ontsnapt Haarlem aan de gelijkmaker. Goeie vrije trap van Weijers en zo blijft het bij rust 1-0 voor Haarlem. Kemper ingevallen voor Cabeza. Ziet goed Goudmijn. De voorzet weggehaald voor Verbenne. Kemper. Kemper scoort. 2-0. En hij gooit de wedstrijd op slot in de 78e minuut. Komt Haarlem op 2-0. En RBC, het geplaagde RBC met blessures, gaat hier verliezen in Haarlem, zo is het wel duidelijk. Mooie call van Kemper, zijn 3e van dit seizoen. We zitten in de extra speeltijd. Haarlem misschien nog 1 keer. Esaias, de 3-0. Wietsenhausen, hij heeft hem op zijn